Enkele weken geleden was je hier op de Boszuil de Wembley Day. Hoe heb jij dat beleefd? Ik denk dat de Wembley Day een gigantisch succes was. Het weerzien met gigantisch veel collega's na 20 jaar, dat was gewoon een fantastische dag. En meer dan 6000 toeschouwers, dat betekent dat leeft nog altijd. Die Wembley, dat is toch fantastisch hier altijd. Hè? Ik denk dat dat normaal is. Hetgene wat wij hebben gepresteerd vroeger, denk ik dat je nu pas de volle impact gaat krijgen wat wij hebben gepresteerd. En iedereen die achter ons staat, die apprecieert dat tot en met. En dan zie je dat 20 jaar later komen ze nog altijd voor ons. Ja, voor ons was het ook kippenvel. Was dat ook voor jou? Ik denk voor iedereen. Het moment dat je in de cabine zit met al die andere spelers, dat is alsof dat je nooit van elkaar weg geweest en dat was schitterend. Ja, een tactische bespreking met Walter Meus, nog altijd hetzelfde? Ja, maar dat was na de eerste helft een beetje verkeerd met een 16 achterstand. Maar het was nog altijd even leuk. We hebben wel gezien dat de Wembley-ploeg versterking nodig had met de rust van de andere ploeg. Ja, het schijnt dat ook de Wembley-ploeg een paar jaar zuiver is gebeurd tegenover 20 jaar. Dus eigenlijk alle versterking was welkom. Oké, vandaag staan we hier ook in Deurne voor het Boszuilstadion en jouw geliefde stadion met de profronde van Deurne. Je hebt meegefietst. Hoe was dat? Heel leuk. Ik ben overeind gebleven, dat is al iets. Ik ben juist niet op het podium geweest. Ik ben vierde geëindigd. En het was voor iedereen die hier komt een hele plezante en leuke, droge dag geweest. Ja, we hebben geluk gehad met het weer. Heb je nog ambitie in de wielersport? Nee, ik kon gewoon achter tv zien. En het is beter dat ik het zie dan dat ik het zelf doe.